Het is druk in het pikken donker. Er lijkt geen eind aan de stroom vluchtelingen te komen. Iedereen loopt stug door. Go Hungaria. Go Germany. Yeah, but the border is closed. You go anyway. Go in Hungary. Zo denken ze er allemaal over. Veel mensen zijn net met de bus uit Belgrado aangekomen. Die heeft ze langs de kant van de weg gedropt. Slapen is geen optie, iedereen wil lopen. De bus is weer vertrokken. In het laatste stuk van ongeveer 5 kilometer leggen deze mensen nu te voet af. Ze zijn op weg naar de officiële grenspost. Daar brandt eindelijk wat licht. Voor de grenspost komt de stoet tot stilstand. Achter het hek wacht een cordon Hongaarse agenten. De Hongaarse autoriteiten hebben het hekwerk gesloten. Nu is er een run ontstaan op de officiële grensovergang. Deze mensen hier hopen alsnog Hongarije binnen te komen. De asielzoekers worden mondjesmaat doorgelaten. Maar de rij wordt alsmaar langer. Er komen steeds nieuwe mensen bij. Hier wordt niet geslapen, maar gelopen. Kom bij Servië.